Zo, goedemorgen. Het is 22 december en we zitten dus duidelijk in de winter, de koudste periode van het jaar. En van tijd tot tijd vragen mensen me, omdat ik best lange sessies maak, hoe ik het doe met mijn warmtekleding. En ja, eigenlijk heb ik daar nooit al te veel aandacht aan besteed. Ik doe wat de meeste mensen waarschijnlijk zullen doen. Dat is laagjes over elkaar om goed te isoleren en een neopreen 5 mm waadpak aan. Met daarin had ik een paar 5 mm neopreen sokken en dan nog een paar gewone sokken eronder. En dat heb ik al jaren aan een stuk zo gedaan. En ja, je hebt dan toch, als je, zoals ik, ja, tussen de 9 en de 10 uur duurt een gemiddelde sessie van mij. Als je met een watertemperatuur van zo, ja, ergens tussen de 2,5 en de 5 graden op het water zit, voel je echt na een paar uur wel dat ja, je voeten echt heel koud beginnen te worden. En na een uurtje of 4 heeft je onderste gedeelte van je lichaam een eigen bloedsomloop gecreëerd. En aan het eind van de dag, als je uit de bellyboot stapt, moet je opnieuw leren lopen. Dus ja, ik heb het altijd maar geaccepteerd. Maar ja, nu met de kerst voor de deur ben ik getrakteerd op een paar elektrische sokken. En ik moet je zeggen dat, ja, daar heb ik jarenlang wel over nagedacht, maar nooit gedaan, omdat ik eigenlijk mijn bellyboot overzichtelijk wil houden en zo min mogelijk spullen naar de waterkant wil meeslepen. Ja, ik moet soms wel 200-300 meter lopen met mijn bellyboot en alle spullen en dat wil ik in één keer doen. Dus ja, het is al heel wat om nou ja, een accu van een visvinder, een Float Plus accu, en dan heb ik ook nog de zwaarste versie, plus je bellyboot, plus je hengels, je schepnet. Ja, al die spullen mee te slepen, dus ik wilde het eigenlijk, ik wilde er niet aan. Maar goed, nu heb ik dan toch maar ervoor gekozen om te gaan voor een paar elektrische sokken. En ja, daar is oneindig veel keuze en ik heb er niet veel kennis van. Ja, het ligt natuurlijk voor de hand om te kijken naar goedkope dingen die je dan vindt op de websites uit het Verre Oosten, Ali bijvoorbeeld. Nou, dan kun je voor een paar tientjes kun je al een paar elektrische sokken kopen en dan lees je over het algemeen ook nog niet eens slechte reviews. Maar ik ben toch iemand die ervoor kiest om kwaliteitsspullen te kopen en er ook ja, gewoon lang mee te doen. En niet elk jaar weer een ander kleurtje of een ander dingetje. Nou, dat zie je aan alle spullen die ik gebruik. Ik vis met hengels die soms tientallen jaren meegaan. Dat geldt voor mijn rails. Dat geldt eigenlijk voor alles wat ik aanschaf. Dus ik wil gewoon goede spullen. Nou, ik heb een heel aantal jaren motor gereden. En vanuit die hoedanigheid ken ik het merk Gerbing. En Gerbing is onder andere ook fabrikant van motorkleding en heb ook elektrische sokken, elektrische handschoenen, elektrische jassen en elektrisch verwarmde broeken in het assortiment. En ja, daar ben ik eens naar gaan kijken, daar heb ik wat reviews van gelezen en ik moet je zeggen, iedereen die dat heeft is daar behoorlijk enthousiast over. Nou, ik heb mezelf dat aangeschaft en ik moet je zeggen, ik ben daar nu gisteren voor het eerst mee op pad geweest en ik ben er ja, eigenlijk super enthousiast over. En ik zou ze nu eigenlijk al niet meer willen missen. En daar wil ik je dan toch iets over laten zien. Hè? Want er zullen mensen zijn die ja, daar veel meer verstand van hebben als ik. Maar er zijn er zeker ook heel veel die dit ook overwegen en misschien denken van ja, hoe en wat moet ik er allemaal hebben. Nou, daarom wil ik laten zien wat ik heb aangeschaft. Nou, bij Gerbing heb je de keuze uit, ja, eigenlijk standaard zijn altijd dit soort sokken die ik hier heb, de basis. En het voordeel van die Gerbing sokken is dat er zijn allerlei soorten sokken waar alleen de onderkant verwarmd is, dus eigenlijk een soort van zultje. In het geval van Gerbing heb je eigenlijk rondom, dus ook op je wreef, ook op je tenen, heb je
verwarming zitten. Dat kun je ook voelen in die sokken. Daar zit een soort van verwarmingselementje met draadjes zit daar. En dat loopt dan door hier naar boven naar een aansluiting die dan naar de voorziening van de stroom moet gaan. Nou, dus de keuze voor de sokken als je kiest voor Gerbing is eigenlijk relatief simpel, want het zijn altijd deze sokken. Nogmaals het voordeel, niet alleen de zool verwarmt, maar je voet volledig rondom, inclusief je wreef. Die worden dan geleverd met een paar van die kleine sokjes. Nou, ik vroeg me eerst af van waarom deze sokjes erbij, doe je die erover? Nee, de bedoeling ervan, heb ik uitgevonden, is dat dit zijn sokjes die je eronder doet. Dus eerst deze sok aan, dan die, zeg maar, oververwarmde, elektrisch verwarmde sok erover. En de reden van deze sokjes is dat je kan dit wassen op de hand, maar als je zweetvoeten krijgt en je hebt deze eronder, dan hoef je eigenlijk alleen maar deze regelmatig te wassen. En dan hou je de boel toch fris. Dus die worden daar standaard bijgeleverd, die korte sokjes. En deze gaan er overheen en die hebben dan aan de bovenkant die aansluiting voor de stroomvoorziening. Dus twee aparte sokken, twee aparte aansluitingen. En dan kun je ervoor kiezen om daar een soort van accu-setje bij te kopen. Met een regeling van de temperatuur. Nadeel wat je dan hebt is dat je dan twee aparte accu'tjes krijgt die zeg maar die sok van elektriciteit voorzien met een regeling daarop. Nou, dat heeft voordelen, dat heeft nadelen. Het voordeel is als je geen andere accu hebt, dan is dat waarschijnlijk de meest logische keuze. Het nadeel is dat je ze natuurlijk weer apart moet opladen en apart moet meeslepen. Ik heb op mijn bellybootje een dieptemeter zitten, eigenlijk een heel simpel ding. Ik wil ook geen betere, want dat wordt allemaal zwaarder en groter. Ik heb gekozen voor dit ding, die Lorentz Hook. Ja, dat bevalt me uitstekend en daar heb ik destijds een accu'tje voor gekocht van Rebelcell, een Li-ion accu. Nou, volgens mij een perfect ding. Ik heb hem nu een jaar of 4, 5 en ik laat hem elke 2 sessies een keer op. Nou, ik merk nooit iets aan te weinig stroom. Ik heb nog nooit gehad dat hij leeggetrokken is. Maar tot nu toe stond daar natuurlijk eigenlijk alleen die dieptemeter op. En omdat ik een simpel dieptemetertje heb, verbruikt het natuurlijk ook niet veel stroom. Toen ik zat na te denken over die sokken en hoe dan te gebruiken, dacht ik van ja, weet je, het is natuurlijk veel makkelijker als je al een accu aan boord hebt waar je hem op kan aansluiten. Dit zijn 12 volt sokken, die kunnen dus niet aangesloten worden, tenminste niet op een simpele manier op mijn Flow Plus accu, want dat is een 18 volt accu, of 16 volt geloof ik. 16 of 18, dat durf ik niet te zeggen, maar in ieder geval een andere voltage. Dus dan zou daar weer een trafootje tussen moeten. Nou, dat is allemaal lastig. Maar er is natuurlijk een veel simpelere oplossing als je deze sokken kan aansluiten op de accu van je dieptemeter. En omdat ik die accu heeft toch heel veel overcapaciteit, dacht ik van nou, dat moet kunnen. Nou, dan ga je even zoeken en dan blijkt inderdaad dat bij deze sokken wordt dan geleverd een snoer. Eigenlijk is dat niet dit snoer, maar het snoer wat in deze verpakking zit. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Een snoer wat splitst in tweeën. De ene stekker gaat in deze sok, de andere gaat in die sok. Dat sluit je dan aan op een accu. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Dat snoer is geloof ik 1,40 meter lang. Dat lijkt kort, maar je zit met je knieën geknikt. Het komt dan door je pak heen en dan gaat het naar je accu toe. En daartussenin moet dan een zekering komen te zitten en die wordt ook meegeleverd. Ja, dat is een prima oplossing, maar dat betekent dat je ze aanzet en dat de temperatuur gewoon volle bak aanstaat. Nou, dat wordt denk ik heel erg warm en ik sprak iemand op de social media die dan zegt, ja, dan haal ik het stekkertjes eraf en dan als ik het weer te koud krijg, steken ze er weer in. Ik denk, ja, dat moet natuurlijk simpeler kunnen. Nou, waar ik voor gekozen heb is eigenlijk een temperatuursregeling die daarop komt. Met een gesplitste kabel, die gaat naar de linker en rechter sok. Nou, dat werkt heel simpel, dat klik je er zo in. En op de andere sok ook, aan de bovenkant. Dus dan heb je een sok met een snoer eraan.
Dat snoer moet dan natuurlijk door je broek heen, onder je waadpak, uiteindelijk naar je accu toe. Nou, dat is iets waar ik eigenlijk best wel tegenop zag, om een aantal redenen. Nou, de aansluiting, de snoeren, het hele gedoe. Wat je dus hebt, is dat er op die snoeren dus twee aansluitingen zitten voor je accu. Dat zijn overigens niet deze aansluitingen, die heb ik er zelf op gemaakt. Die gaan op je accu en op deze stekker sluit je dan je temperatuurregeling aan die naar je sokken toe gaat. Dus wat heb je? Sokken over de dunne sokjes heen, de korte sokjes. Die zijn dan aangesloten op een gesplitst snoer. Dat komt door je broekspijpen heen, gaat naar boven toe, komt uit je waadpak en dit gaat naar je accu toe. Nou, dan heb je een beetje een idee alsof je aan een infuus hangt waar je niet vanaf kan. Maar het is natuurlijk heel simpel. Dit blijft aan je accu zitten en hier trek je de stekker eruit en je kan gewoon uit je bellyboot lopen als je dat nodig vindt. Dus ja, eigenlijk veel simpeler als dat het er hier uitziet. Wat ik doe is dat ik 's morgens voordat ik wegga dunne sokjes aan. Dan heb ik meestal een trainingsbroek die ik dan zeg maar aantrek. Het einde van die trainingsbroek, het einde van de pijpen over die dunne sokjes heen. Dan gaan deze daarover, over die trainingsbroek, dan sluit ik het snoertje aan en dan trek ik vervolgens mijn overbroek aan. Dus dan heb je eigenlijk tussen je twee broeken in dat snoer lopen, naar je linker en naar je rechterbeen. Nou, dat lijkt een heel gedoe en ik moet je zeggen, ja, als je dat één keer doet, dan merk je gelijk dat het eigenlijk heel simpel is. En vervolgens is het dus nu zo dat, ik heb het er even afgehaald, maar ik heb deze in mijn bellyboat tas zitten. Ik prik het snoer erop. En dit laat ik er aan zitten. Dat leg ik in mijn bellyboat tas. En op het moment dat ik wil gaan vissen en ik heb het, ik denk dat ik koude voeten krijg, klik ik hem eraan die uit mijn waadpak komt. En vervolgens kun je hem aanzetten. En wat je dan zal zien is dat er een regeling op zit. Hier. En die kun je dan één keer aanklikken, dan wordt die blauw. Klik je hem twee keer aan, wordt die groen. Klik je hem drie keer aan, wordt die oranje. Klik je hem vier keer aan, wordt die rood. En klik je hem dan nog een keer aan, dan is die uit. Nou, die kleurtjes die geven de temperatuur aan. Blauw is de laagste stand van verwarming. Groen is iets meer. Oranje is uiteraard weer iets meer en rood is de warmste stand. Nou, ik heb er gisteren mee gevist en ik kan je zeggen, ik heb in eerste instantie op blauw gezeten en dat was, ik kreeg in ieder geval geen koude voeten, maar moet je zeggen, als je hem op groen zet, gewoon in normale waadschoenen of een normaal laars van een waadpak, dan wordt dat gewoon heel comfortabel, want dan is het dat je thuis met je pantoffeltjes op de bank zit. In plaats van diepgevroren tenen. Nou, er is wel een opmerking die ik erbij wil plaatsen. Want het is zo, als je dit wil aansluiten op je accu. Ja, dan is het natuurlijk zo dat je voor je dieptemeter eigenlijk normaal gesproken geen aansluiting meer hebt. Maar even gezocht en snel gevonden bij Hornbach. Want die dingen zijn helaas niet bij de gemiddelde doe-het-zelfzaak te koop, maar Hornbach heeft natuurlijk een wat groter assortiment. Daar vind je deze dingetjes. Dat heet een vlak schoen volgens mij, met een verdeler erop. Waarbij het onderste gedeelte dus over je accuklem, of je accu-aansluiting, accupool heen schuift. En dan heb je hier een tweede aansluiting zitten en daar zet ik mijn dieptemeter op. En omdat ik mijn dieptemeter veel vaker gebruik als dat ik denk dat ik die sokken ga gebruiken, want in de zomerperiode ga ik dat natuurlijk niet doen, heb ik ervoor gekozen om die verdelers op de aansluiting van mijn sokken te zetten, zodat als ik in de zomerperiode dat niet gebruik, ik gewoon rechtstreeks op de accu mijn dieptemeter kan aansluiten. Dus als je zo'n accu wil gebruiken, dan heb je wel dit soort verdelertjes nodig. En dat kan natuurlijk op allerlei andere manieren, maar dit is een hele simpele manier. En voor 2 euro of zo, voor 2,50 euro heb je tig van die dingen en kan je al je vrienden er ook een paar geven als die ook van plan zijn zoiets te gaan doen. Dus ja, dan heb je een ideale aansluiting die van je accu vandaan
komt, waarbij je de stekker die onder je waterpak uitkomt, hier kan aansluiten. Je stroomverdeling erop. En je hoeft maar één keer te klikken. En het wordt al lekker warm. Klik je twee keer. Dan zit je gewoon met zweetvoetjes in het bootje. Nou, ik had me voorgesteld dat dat allemaal heel lastig en heel ingewikkeld en heel veel extra zou zijn qua gesleep en gedoe. Gisteren gebruikt. En ik moet je zeggen, ik wil ze eigenlijk nu al niet meer missen. En de kans bestaat dat ik morgen weer op pad ga. Nou, het is nu, op dit moment hebben we weer temperaturen die rond de dubbele cijfers gaan. Dus koud is het nu niet, maar de watertemperatuur. Gisteren had ik op sommige plaatsen een watertemperatuur van 2,8 graden. En nog maar een paar honderd meter verderop waar het iets harder stroomde en waar het van het ondiepe water afkwam. Daar had ik bijna 6 graden. Ik denk dat ik dit in de winterperiode, totdat de watertemperatuur een graad of 8, 9 is. Want ja, tot die temperatuur zijn mijn laarzen die ik aan mijn waterpak heb voldoende isolerend. En kan ik met een paar neopreen sokken erin gewoon prima uit de voeten. Maar ik weet gewoon van andere jaren, en dat kun je op mijn video tijdlijn wel terugvinden. Want daar zet ik eigenlijk bij elke sessie de watertemperatuur erbij. Nou, dan zie je eigenlijk dat zo'n beetje vanaf, ja, soms half november, soms iets eerder, soms iets later, dan begint de watertemperatuur wat kritischer te worden voor de koude voetjes. En dat loopt dan door tot, ja, normaal gesproken bijna tot het einde van het seizoen. Hoewel we vorig jaar aan het eind van het seizoen, dus zeg maar in maart, best wel een relatief hoge temperatuur hadden. En toen hadden we al een watertemperatuur van 9 of 10 graden. Dus dan heb je dat denk ik niet meer nodig. Maar ja, voor degenen die echt koukleumen zijn, is het ook dan heel prettig. Ja, een belangrijk dingetje is, en dat heb ik gisteren heel goed kunnen merken toen ik ze voor de eerste keer gebruikte, is dat we hadden gisteren best een koude wind, ondanks dat de temperatuur 6 of 7 graden was. Als het er dan flink bij waait, dan is het toch wel fris. En als je koude voeten hebt, dan wordt het al heel snel rillerig. En niet alleen voor je voeten, maar voor de rest van je lijf ook. En ik heb gisteren gewoon helemaal geen kou ervaren. Ja, koude handen, maar dat is meestal bij mij na een kwartiertje, 20 minuten is dat over, want dan begin je bloedsomloop zich erop in te stellen. En als je dan een paar keer met je handen in het koude water hebt gezet, is dat over. Ik heb ook een hekel aan het vissen met handschoenen. Ik kan er niks mee. Ik raak het gevoel en de subtiliteit een beetje kwijt. En met handschoenen heb je dan ook vaak dat als je dan kiest, ik heb ze, maar van die handschoenen waar je vingertoppen dan uitzitten, ja, dan worden die weer ijskoud. Dus dat is voor mij geen doen, ook niet als je een vis wil pakken. Gewoon blote handen, dat bevalt me uitstekend en daar heb ik ook geen last van. En gisteren doordat ik ook geen koude voeten had, ja, is het gewoon veel comfortabeler. Ja, dus nog even een dingetje voor zeg maar het aansluiten van die sokken. Er zit een zakje met zekeringen bij en dat lijkt al gelijk weer van ja, welke moet ik dan hebben? Nou, die zekeringen die zijn afgestemd op hetgeen wat je erop wil aansluiten. Want Gerbing levert handschoenen, sokken, broeken en jassen die allemaal elektrisch verwarmd zijn. En het lijkt logisch dat volgens mij trekken die sokken, als ik me niet vergis, maar iets van 0,2 ampère. Dus ja, dat is echt heel weinig. En daarom. En dat schrijven ze ook in de gebruiksaanwijzing die erbij zit. Ik moet even kijken waar dat ding zit. Maar hier is het zo dat daar de lichtste zekering prima is. En dat is de paarse die in de verpakking zit. Nou, als je alleen sokken erop aansluit, is dat ding prima. Die andere die heb je dus eigenlijk gewoon niet nodig. En die moet je ook niet gaan gebruiken, want dan wordt het link. Want de bedoeling is eigenlijk wel als er iets misgaat met die sokken, dat zekeringetje doorbrandt. Zet je er een te zware zekering in, ja, dan heb je kans dat die niet doorbrandt. En dan heb je kans op brandplekjes op je voet of wat dan ook. Nou, het schijnt zo te zijn, en ik ga het niet proberen, maar ik heb mensen die daar wel ervaring mee hebben. Heb je een waterpak lek en er komt water in je laars of in je waterschoenen of in je waterpak, dan kunnen die sokken daar gewoon tegen. Dan moet je natuurlijk wel, als je het in de gaten krijgt, de stekker eruit trekken. Maar doe je dat niet, dan is er zelfs nog steeds niks aan de hand. He, dus het is volkomen veilig. Nou, en dat is wel het risico als je kiest voor goedkopere sokken van wie dan ook.
of zultjes waar ook geen temperatuursregeling op zit. Ja, dan moet je allemaal afwachten hoe dat gaat bevallen. En, even voor alle duidelijkheid, ik heb hier ook nog geen jaren ervaring mee. Ik heb er pas één keer mee gevist, maar het is in ieder geval een merk wat een AAA-merk is in de motorrijders scene. En ik heb daar volkomen vertrouwen in. Dus dat voor wat betreft die elektrische sokken. Ik, nogmaals, ik heb ze maar één keer gebruikt, maar ik zou ze nu al niet meer willen missen. Nou, dan nog één ander dingetje. De capaciteit van accu's wordt bij lage temperaturen natuurlijk minder. Nou, ik heb nu gisteren 8 of 9 uur gevist met die sokken aangesloten en mijn dieptemeter aangesloten op dit Rebel Cell accu'tje. En dat is een ding van 12 volt en 18 ampère. En dat staat nog bij 199 wattuur, betekent dat denk ik. Dus een Li-ion accu. Nou, ik heb het idee, ik heb gisteren niks gemerkt van te weinig accucapaciteit. Sterker nog, degene waar ik die accu heb gekocht, die vertelde me ook, nou dat moet geen enkel probleem zijn, al wil je er 3 of 4 dagen op verwarmen, dat blijft gewoon goed gaan, want die sokjes trekken gewoon echt heel weinig stroom. Maar de accucapaciteit van accu's neemt bij lage temperaturen wel flink af. En dat, dat zal voor deze accu en ook voor mijn Float Plus absoluut geen enkel probleem zijn. Float Plus sowieso niet, want ik heb een hele zware accu. Nou, daar kan ik echt 2-3 dagen sessies van 10 uur mee vissen zonder enig probleem. En ik vaar tegenwoordig constant op die accu. Dus wat dat betreft topkwaliteit. Maar wat wel een dingetje is, is ik film mijn video's altijd met een GoPro. En ik heb een GoPro 9. Nou, die GoPro 9 die maakt schitterende beelden. Daar zitten echt fantastische features op, zoals horizon leveling. Ja, als je in mijn video's kijkt, dan zie je eigenlijk altijd dat de horizon gewoon vlak is. Terwijl je heel vaak ziet dat als je die optie niet hebt, dat beelden helemaal gaan schommelen. Nou, dat zie je in oude video's die ik maakte ook. Toen had ik een Sony camera, daar was dat allemaal niet mogelijk. Dus die GoPro 9 is echt een topcamera. Die heeft voice control, helemaal top. Er is één groot nadeel aan dat ding. En dat is echt schandalig dat GoPro daar gewoon niks aan doet. Ze hebben, nou ja, ik weet niet hoeveel, maar misschien wel 100.000 of misschien nog wel meer van die camera's verkocht. En iedereen heeft hetzelfde probleem. Het geluid bij die GoPro 9, dat stoort als een oude grammofoonplaat. Nou, dat hoor je vast wel eens in mijn video's. Dan hoor je dat tikken, ze noemen het in het Engels een popping sound. Maar net of dat er allemaal getikt wordt. Of dat er een stekkertje allemaal in en uitgestoken wordt, dat geluid. Nou, dat is echt een nadeel bij GoPro. En ik heb met GoPro meerdere keren contact gehad. Want als je forums leest over deze camera's, dan lees je dat eigenlijk iedereen die zo'n camera heeft, heeft die ervaring dat ze dat popping sound geluid, wat enorm irritant is, ervaren. En dat is zo jammer, want de beelden zijn zo mooi. En ja, GoPro trekt zijn schouders op, ze weten het. En ze zeggen elke keer, we zijn ermee bezig en je moet een manual update van je camera doen. Nou, dat heb ik inmiddels 5 keer gedaan. Het helpt allemaal in zak. Het is echt gewoon ruk. GoPro is wat dat betreft een wereldfirma, maar met een imago wat hieraan ten onder is gegaan wat mij betreft. Het schijnt zo te zijn dat de GoPro team dat probleem niet heeft. Maar ja, weet je, zo'n cameraatje kost 5.500 euro geloof ik of zo. En ik heb er de nodige accessoires bij gekocht. Ik vind dat gewoon goed moet zijn. En ik heb, toen ik het na 2 weken ervaren heb, nadat ik die camera nieuw gekocht heb, heb ik een nieuwe gekregen, maar die had het gelijk weer. Nou, dan ga je je eigen erin verdiepen. En dan, dan zie je dat het gewoon bij iedereen zo is. Dus dat is erg jammer. Maar even terug naar de winterperiode, lage temperaturen en accu's. De accu's van GoPro die meegeleverd worden, die zijn in de zomerperiode best behoorlijk capabel. Daar kun je best wel een aantal uren mee filmen. En ik heb er dan destijds ook een extra accu'tje bij gekocht. Dat zijn accu'tjes die hebben een blauw hulsje. De originele die ik ook heb. Maar in de winterperiode leggen ze het helemaal af. Ik heb een aantal keren gehad dat ik dacht van joh, wat is er aan de hand? Na 1 minuut of 10 filmen, accu'tje leeg. Nieuwe accu erin die ik op zeg maar, lichaamstemperatuur bij me droeg. Maar goed, die accu staat natuurlijk op een statief achter me en dan koelt die wel snel af. Volgende accu erin,
ook weer naar 10 minuten of een kwartiertje leeg. Ja, dan ga je gewoon beelden missen. Nou, ik ben aan het zoeken gegaan en dan blijkt dus dat er bij GoPro betere accu's zijn voor de winterperiode. Dat noemen ze enduro accu's. Dat zijn deze. Daar heb ik in dit geval is een setje van 2 wat ik heb aangeschaft. Dat zijn accu'tjes waar nu de accu is altijd zwart, maar waar deze een wit omhulsel hebben de zeg maar standaard accu's dat in blauw. Nou, deze heb ik nu een aantal keren gebruikt en ik moet je echt zeggen, als je 's winters wil filmen met een GoPro buiten, dan is dit echt wel een uitkomst, want ik heb deze nu, ik heb hier gisteren denk ik 40 minuten mee gefilmd. Ik heb er een tweede van bij me en ik heb ook nog die 2 standaard accu'tjes bij me, maar ik heb niet hoeven wisselen. Deze houdt dat gewoon 40 minuten minimaal uit, want toen zat er nog iets van 40% accucapaciteit in, kon ik aflezen in mijn schermpje. Maar meestal houden ze er dan wel mee op met zo'n 20%. Die laatste krijg je er gewoon niet uit bij die lage temperatuur. Maar dat heb ik nog niet geprobeerd. Maar in ieder geval heb je een GoPro camera en je wil 's winters filmen, kan ik je dit echt aanraden. En ik wil absoluut geen reclame maken, maar als ik ergens mee stuntel en ik vind een oplossing, vind ik het prettig om dat te delen en andere mensen daar een plezier mee te doen. Dus wat mij betreft ook een aanrader. Nou, dat weer voor nu. En dan rest mij om jullie allemaal hele prettige feestdagen te wensen. En vooral gezond en vangstrijk 2023 gaan we in. En mocht ik geen video's meer posten in de laatste weken van dit jaar, dan heb je dat toch in ieder geval weer meegepikt. Tot de volgende.